Kom aan, Halloween, rustig, kalm. Je kunt het. Je kent je materiaal, je jokes zijn goed. De koning en de prinses gaan lachen. Ze gaan lachen. Ze gaan lachen. En hoe was het? Moeilijk publiek. Ogen daar! Zet je recht, prinses, kom. Wat dat leuk hoor. Zo zijn wij voor de losers. De volgende zal zeker heel grappig zijn. Ah, welkom. Wat is uw naam? Halewijn. Met de H van hahaha. Excuses. Ik kom voor u brengen vanavond satire. Wat is dat? Wel, heer, satire, dat is de hoogste vorm van vermakelarij. Echt, de kaken van de prinses zullen weldra weten wat dat is, satire. Ja. Oké, jongens, amai zeg. Ja. Wat heb ik gehoord? Blijkbaar woont hier in de buurt een heel vriendelijke wapenverkoper. Een vriendelijke wapenverkoper, ja. Hij geeft iedereen een goede dag. De kruistochten. Dat is van hier, toch? De kruistochten? Dat is niet van hier? Ja. Ik moet zeggen, ik ben onlangs bij de prinses op bezoek geweest. Zij zou beter haar kruis een keer laten tochten. De geur was niet te harde. Ah, jongens toch. Wat heb ik gehoord? Jullie boeren hier, die werken volgens een drieslagstelsel. Een drieslagstelsel. Ik moet zeggen, ik heb al thuis met mijn vrouw ook een drieslagstelsel. Na drie slagen, dan luistert ze misschien een beetje. Trouwens, sire, heb ik u al eens verteld dat men tot in het verre oosten moet gaan zoeken om een heerser te vinden die ook nog maar vergeleken kan worden met u? Heb ik dat al verteld? Genghis Khan, dat is ook een Mongool. Papa, dit is echt super saai. Ja, akkoord. Wegwezen jij. Volgende. Wie ben ik? Ik ben de gemiddelde maas en de middeleeuw. Wat moet ik hier niet doen? Maar de hele naam vol met kak. Dat is lachen, hè? Is dat wat wij als middeleeuwse satirici willen gezien worden? Niks clever, geen dubbele bodem, geen woordspelingen. Nee, gewoon neem er kakker iemand zijn gezicht. De prinses heeft gelachen. En zo werd voor eens en voor altijd bevestigd dat een emmer uitwerpselen over iemand uitgooien grappiger is dan de grappigste grap. En ze schieten nog lang en gelukkig.